Voor wie is die vis? Oh, die is voor mijn moeder. En hoe noemt ze? Die weet ik niet. Die heeft geen naam. Die mag mijn moeder haar geven. Zo'n vis kan toch niet zonder naam? Dan heet ze vanaf nu Agnes. Hm. Waar had er nog bij je moeder? Ja. Het wordt wel steeds minder. Oh. Blue is the color for the distances you never arrive in. Is dat niet een beetje... Misschien is het niet zo handig als je de komende tijd nog langskomt.